Nou ja, je zou het kunnen vergelijken met de koeien die weer de wei in mogen. Het is echt één grote lol. Rennen, springen, vliegen, teamgenootjes weer zien. Eerst één serie met rechterbeen, tweede serie met linkerbeen. Oké. Al een week mogen kinderen tot en met 18 jaar onder strikte voorwaarden weer trainen in de buitenlucht. Haagse sportclubs hebben daarom voorzorgmaatregelen getroffen om weer trainingen te kunnen geven. Zo ook Haag Atletiek, die blij is om de jeugd weer te mogen verwelkomen. Vorige week was natuurlijk het bericht van premier Rutte dat de kinderen en de jeugd tot en met 18 weer kon gaan sporten. En we zijn meteen de volgende dag samen met het bestuur een aantal trainers bij elkaar gekomen om te kijken hoe we dat konden organiseren. En daar hebben we plannen gemaakt. We hebben in totaal ongeveer 450 jeugdatleten. Dus dat was wel een hele puzzel om dat mogelijk te maken. Bij de Haagse voetbal- en cricketvereniging Kwik merken ze dat de belangstelling onder de jeugd heel groot is om weer te mogen trainen. Nou ja, je zou het kunnen vergelijken met de koeien die weer de wei in mogen. Het is echt één grote lol. Rennen, springen, vliegen, teamgenootjes weer zien. Eén grote dolle boel, zeker met de kleinste. Oké, jongens, één rustig versnellingsloopje. Zorg goed dat er één baan tussen blijft, zodat je 1,5 meter afstand houdt. Hoe hebben jullie je nu voorbereid om weer open te mogen? Nou ja, wij hebben een atletiekbaan, dat is mooi. Dat is het handige van een atletiekbaan. Die bestaat uit 8 banen. Dus wij proberen, als we groepen hebben, steeds maar 4 banen te gebruiken. Dus als er steeds één baan tussen is, dan hebben de atleten eigenlijk automatisch 1,5 meter afstand. En vandaar ook dat we ook met kleinere groepen werken. Dan is het ook makkelijker voor de atleten zelf en voor de trainer ook om dat dan in de gaten te houden. De voorwaarden zijn eigenlijk dat als je 5 tot en met 12 jaar bent, dan mag je eigenlijk ongelimiteerd sporten. De enige afstand die je moet houden is naar je trainer toe. De groep van 13 tot en met 18-jarigen, ja, die moeten de onderlinge afstand van 1,5 meter handhaven in hun trainingen. Nou, en gelukkig is cricket een sport waarin dat heel makkelijk uiteindelijk door te voeren is. En bij voetbal is dat wat lastiger, want ja, dat betekent dus geen duels. Hier achter ons is het materiaalhok. Daar hebben we voor afgesproken dat daar steeds maar 1 of 2 trainers tegelijkertijd in het materiaalhok mogen zijn. En dan hebben we weer met ouders georganiseerd dat die aan het einde van de training klaarstaan om al het materiaal te desinfecteren en in het materiaalhok op te bergen. Het afstand houden van elkaar kan voor sommigen nog best wel een uitdaging zijn. Ik merk wel dat ik wel daar heel graag op wil letten, maar als ik dan aan het praten ben, dan komen we steeds dichter bij elkaar. En dan vind ik het wel lastig om de hele tijd 1,5 meter afstand te houden. En hier bij het bowlen is het ook heel lastig, want dan heb je niet zoveel ruimte om met iedereen 1,5 meter afstand te houden. Ja, ik merk natuurlijk wel dat er regels zijn en dat je je daaraan moet houden. En het is natuurlijk jammer dat je niet bijvoorbeeld naast je vrienden kan zitten of elkaar de hand schudden en dat soort dingen. Maar ja, het is nu eenmaal zo. Beter dan helemaal niet sporten. Ondanks de opening blijven clubgebouwen, een belangrijke ontmoetingsplek voor leden, wel gesloten. Daardoor lopen de clubs omzet mis. Dat zijn best wel forse bedragen die wij missen. Maar ja, we kunnen er heel moeilijk over doen of over zeuren. Het is wat het is. Iedereen heeft ermee te dealen. En wij dus ook. En anders, ja, mocht het echt langere tijd slecht gaan, wat gaan we dan met de contributies doen van onze leden als er echt niet meer gesport zou mogen worden? Nou ja, gelukkig kan de jeugd weer verder. En dat is meer dan de helft van de sportende leden. Dus die kunnen we in ieder geval nog een aanbod doen. En ja, en anders moeten we echt kijken hoe we dat dan als maatwerk moeten gaan invullen naar het volgende seizoen toe. Klopt.